Goedemorgen, mijn co-creatoren. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie het goed maken en dat jullie voornamelijk in de vortex zijn. Dat jullie hoog vibreren en dat het gevoel van welzijn en dat alles goed zal komen overheersend is. Vandaag de video gaat over de overtuigingen. Wat zijn ze? Hoe kan ik ze veranderen? Hoe kan ik mijn beliefs, dus overtuigingen, die eigenlijk belemmerend zijn, die niet voor mij werken, omschakelen en switchen in de overtuigingen die wel voor mij kunnen werken. En daardoor kan ik eigenlijk betere resultaten krijgen. Bijna iedereen weet het dat wij voor de most of all vibrationele wezens zijn. Want onze gedachtes zijn ook vibraties en wij vibreren de hele tijd. En ja, wie denkt in jouw wereld? In jouw hoofd? Dat ben jij. Alleen jij. En alleen jij bepaalt welke gedachtes je gaat denken. Uiteraard, die zijn geïnspireerd door dingen die buiten jouw hoofd gebeuren. Dingen die jij waarneemt met je zintuigen. Denkende dat dit enige realiteit is. Maar alles is, voordat het zich heeft gemanifesteerd, ooit een gedachte geweest. Ooit is een gedachte geweest. Denk erom. Je wil iets doen? Eerst ga je nadenken voordat je gaat doen. Denk ik. De meeste mensen doen zo. Nee. Even serieus. Hoe mooi is dat? Dat jij eigenlijk alleen... Eigenlijk ben jij de baas van je eigen leven. Alleen denk jij in je eigen universum. In je eigen hoofd. Dus jij bepaalt hoe jij voelt. Je kan wel zeggen, ja, maar heb je het gehoord wat degene tegen mij heeft gezegd? Heb jij gezien hoe hij of zij tegen mij deed? Ja, dat kan misschien zo zijn. Alleen jij bepaalt weer hoe je gaat voelen. Alleen jij. En je kan zeggen... Het gedrag van degene gaat niet mijn good mood bederven. Ik laat het niet toe. Want ik weet dat het eigenlijk niks met mij te maken heeft. Overtuigingen. Ongelooflijk. Maar alles draait om je overtuigingen. Waarom? Wat is eigenlijk een overtuiging? Het is alleen maar gedachten die je bleef maar herhalen. En op een gegeven moment begon je erin te geloven. Ik ben niet goed genoeg. Ja, misschien heeft iemand ooit gezegd tegen je. Je bent niet goed genoeg. Je bleef maar spoken in je hoofd, ging je gewoon erin geloven. En omdat de wet van aantrekking geeft je exact dat... Wat jij eigenlijk vibreert, wat je eigenlijk voelt. En het wordt in de vorm van mensen of omstandigheden naar je toegebracht. Dat trek je aan. Heb jij altijd gelijk? Je hebt altijd gelijk. Als je zegt, ik ben niet goed genoeg. Je krijgt bevestigingen dat je niet genoeg bent. Maar daartegenover, als je een prachtige overtuiging hebt... Dat jij heel goed bent. Dat het je lukt. Dat alles voor je werkt. Er zijn mensen die zeggen, weet je wat? Ik maak me echt niet druk. Dit wordt voor mij geregeld. Ik krijg altijd gratis dingen. Ik trek het aan. Zo ben ik. En uiteraard, die krijgen ze. Ze krijgen gratis dingen aangeboden. Met wet van aantrekking, als je het eenmaal begrijpt hoe het werkt,
Eigenlijk pas je het altijd toe, net als zwaartekracht. Het is niet iets wat je niet doet, dat doen wij allemaal. Maar als jij wil een deliberate creator zijn, dus opzettelijk iets willen creëren, je begrijpt eindelijk hoe het in elkaar zit, dan wil jij eigenlijk je overtuigingen zeker veranderen. Ik wil jouw overtuigingen niet veranderen. Misschien heb jij totaal andere overtuigingen over het leven, over succes, over de wet van aantrekking. Maakt niet uit wat. Maar als jij zegt, ik heb bepaalde overtuigingen die niet 1, 2, 3 voor me werken, die eigenlijk belemmerend zijn en ik krijg niet zo goede resultaten, dan is deze video voor jou. En wij kunnen die overtuigingen veranderen. Maar je kan niet geen actie ondernemen. Je hoeft geen fysieke werk voor dit te doen. Alleen vraag ik van je mentaal werk. En alles begint hier in je hoofd. Dus vanaf nu zal iets moeten veranderen. En dat is juist goed. Verandering is er altijd. En dat is heel goed om met de flow te gaan. En hoe verander je de overtuigingen? Het is dus een gedachte die je bleef maar herhalen en op een gegeven moment ging je erin geloven. Dat betekent dat je een positieve, tegenovergestelde overtuiging kan creëren, net zo lang gaan herhalen en erin gaan geloven. En dan krijg je resultaten. Gelijke zal gelijke aantrekken. Het klinkt simpel. Het is simpel, mits je erin gelooft. Mits je de nieuwe overtuiging waarneemt en zegt van, ja, inderdaad, dat is mijn waarheid. In dit geloof ik. Want cruciaal is dat je erin gelooft. Cruciaal dat je erin gelooft. Maar hoe train je jezelf? Kijk, er zijn zoveel affirmaties. Er zijn zoveel methodes. En dat is zo mooi. Mensen zijn bewuster geworden van het leven. Van eigen gedachten, van vibraties. Ze weten het. Dat mindset het belangrijkste is. Positief mindset. En nu hebben we het ook over een aantal tussen jullie die eigenlijk niet eens weet dat jullie belemmerende overtuigingen hebben. That's the trick. Je krijgt gewoon geen goede resultaten, manifestaties in je leven. En toch heb jij bepaalde overtuigingen niet getraceerd. Je hebt ze niet gehoord. Je weet niet eens dat je ze eigenlijk hebt. Dat je eigenlijk gelooft in iets wat niet voor je werkt. Dus kijk goed in je leven naar bepaalde segmenten. Relatie. Financieel jij. Spiritueel jij. Gezondheid, lichaam. Kijk even wat voor resultaten, wat voor feedback krijg je van allerlei segmenten. Wat voor overtuigingen heb je? Kijk, wij zijn, we're not perfect. Weet je, iemand zegt, ja, weet je, mijn neus is groot, mijn neus is krom. Ik heb een tante, hè. Ze heeft echt een hele grote neus. Maar die vrouw lacht erom. Die heeft overtuigingen van, die neus brengt mij joy. Die heeft haar neus totaal geaccepteerd. Die kan altijd naar plastische chirurg gaan en opereren. Dat heeft ze niet gedaan. En zij spat van zelfvertrouwen. En als je naar haar kijkt, she's so beautiful. Maar je hebt mensen die eigenlijk vibreren in onzekerheid. Ze zijn heel mooi. Heel mooi. Alleen hebben ze bepaalde overtuigingen gecreëerd van, ah, ik ben te dik en kijk, ik ben niet zo mooi en mijn vingers zijn krom. Ik heb kromme vingers en weet je wel.
alleen omdat wij bepaalde overtuigingen hebben gecreëerd. Of we het hebben aangenomen van iemand anders, als een opmerking ooit of wat dan ook, doet er niet toe. Maar dat zijn nu onze overtuigingen, beliefs, just a thought, you keep thinking all over and over and you start to believe in it. Dus je begon erin te geloven. Hoe kun je ze veranderen, je overtuigingen? Je moet aan jezelf werken. Je moet aan jezelf werken, dat is het mooiste wat er is. Je kan niet met een mindset, negatief mindset, verwachten positieve resultaten. Je hebt altijd negatieve resultaten met een negatief mindset. Ik heb zoveel jaren aan mezelf gewerkt. Ik heb zoveel uren erin gestoken. Ik heb zelf de opleiding gekozen tot hypnotherapeut, practitioner gedaan en master. Ik wil de belemmerende overtuigingen wegwerken. En toen dat was gebeurd, I was free. Ik wist niet eens hoeveel ik ze had, tot ik dat ging wegwerken. En switchen en positieve affirmaties ging installeren en erin gaan geloven. Kijk, bepaalde affirmaties werken voor bepaalde mensen niet. Als sommigen dik zijn en als ze steeds zeggen ik ben dun, ik ben dun, ik ben dun, ze geloven niet erin. Dus je moet eigenlijk uitvogelen wat voor je werkt. Wat voor methode voor je werkt. Daarom, in mijn video's vind je voornamelijk methodes hoe je dat kan doen. En de eerste stap om je overtuigingen sowieso te veranderen is om een ander verhaal te vertellen. Ander verhaal. Tell another story. Ook loopt het niet goed financieel. Ook heb je geen job. Je kan bepaalde overtuigingen over geld en over je werk veranderen in de positieve overtuigingen die voor jou gaan werken. En dan switch je sowieso je mindset en dan krijg je andere resultaten. Kijk, heel veel mensen hebben belemmerende overtuigingen over het geld. Geld is vies. Geld krijgen alleen maar gemene of oneerlijke mensen. Geld komt alleen als je hard werkt. Geld is vies. Enzovoorts. Wat denk je? De wet van aantrekking. Gelijke zal gelijke aantrekken. Iedereen heeft gelijk. Die mensen hebben ook gelijk. Als ze dat denken, dat geloven, ze krijgen dat ook voorgeschoteld. In de vorm van mensen, omstandigheden. Ze hebben gelijk. Maar wil jij het beste uit je leven halen? Verander je overtuigingen. En geniet van manifestaties. Vorige video heb ik in het Engels iets uitgelegd. Kijk, je mind en ook universum weet niet het verschil tussen bijvoorbeeld 1 euro of iets groters. Dus het is hetzelfde om 1 euro aan te trekken of een kasteel. Alleen jouw mind denkt van, oh, is groter, oh, dat is nog duurder, dus dat is onmogelijk. Maar alles is mogelijk als je erin gelooft. Dus het principe is hetzelfde, van aantrekken. En wat ik deed, ik had een kerstboom en ik had een lichtje erop gezet. Alleen een beetje onhandig en er waren heel veel dingetjes erin, versieringjes. En ik dacht, eigenlijk heb ik nog meer lichtjes nodig om alle andere gaten in op te vullen. Toen dacht ik, ik ga gewoon de wet van aantrekking weer testen. Ik kan het kopen, maar ik ga het niet kopen. Ik wil het manifesteren. Ik wil het gratis krijgen. Het gaat me lukken. Ik geloof erin. Ik ben de koningin van gratis manifestaties. I'll do it.
Ik heb het dus gewenst. Ik wist het wel dat het vibrationeel al was beantwoord. Zo gaat dat. Vibrationeel bestaat dat al. En de derde stap was, is gewoon om los te laten. Je moet het toelaten. Je moet niet... You can't interfere dat je moet bemoeien, met het universum bemoeien in de zin van... Hoe gaat dat komen? Waar vandaan komt het? Nee, het is niet jouw taak. Jouw taak is in erin te geloven, visualiseren, te weten dat het eraan komt, dat er is, al is. Dat heb ik gedaan. Ik ging werken en op mijn werk zei mijn collega, oftewel zag ik op een tafeltje, zag ik een hele mooie glazen vaas en erin kerstlichten. Ik zeg tegen mijn collega, hey, hoe komen die kerstlichten hier? Zeg ze, ja, ik heb met een andere collega heeft het hier gezet en hey, neem het mee naar huis. I was like, mwah. Zo makkelijk. Maar het is nog niet het einde. Mijn vader belde mij en die zei van, in de kelder was ik, heb ik kerstlichtjes voor je gevonden. Eentje die je een paar jaar geleden in Bijenkorf heeft gekocht. Weet je nog, die hele grote lichtjes, aparte, die je nergens anders kan vinden. Hé, hey, ik was daar al vibrationeel, want het mooiste is, ik was overtuigd. Ik had een overtuiging. Ik ga dat manifesteren. Klaar. It's done. Het is al gebeurd. Had ik gezegd, oh, hoe gaat dat komen? Ik weet het niet. Ik twijfel. Weet je wel. Dat zou nooit dan komen. Dus heb jij de overtuigingen die voor jou niet werken? En je wil graag andere resultaten zien. En manifesteren. Je wil beter leven. Je wil gewoon in alle opzichten vooruit gaan. Tell another story. Dat het je wel lukt. Dat je wel succesvol bent. Dat je wel alles verdient. Al het beste van het leven. Dat je waardevol bent. Overtuig jezelf dat je het allemaal kan. En ik snap wel dat je aan de ene kant zegt, maar kijk, dit is de realiteit. Je wil vechten voor die belemmeringen. Je wil ze gewoon soort to justify it, weet je. Zo van, kijk, maar dit is zo. Kijk, ik ben dik. Kijk, ik heb geen diploma. Kijk mij, mij gaat dat niet lukken. Alle succesvolle mensen op deze aardbol moesten hetzelfde doen. Ze moesten zichzelf overtuigen dat ze het wel kunnen, dat ze wel waard zijn. Dus dat is jouw taak. Elke coach, elke motivational speaker kan alleen een soort katalysator voor je zijn. Gewoon duwtje in je rugje. Doe het, maar alles doe je zelf. Alles doe je zelf. En wat heel apart is, is dat mensen, because they care what other people say, graag nemen ze, zelfs graag, negatieve meningen van anderen. En dan nemen ze het zo aan dat het gewoon echt een overtuiging wordt. Niet doen! Als iemand niets positiefs tegen jou te vertellen heeft, don't listen to them. Niet gewoon luisteren. Jij weet wie je bent. Je bent het waard. Je bent waardevol. Werk aan jezelf. Ontdek wie je bent. Je bent zoveel meer dan je lichaam. Je bent geweldig. Op het moment dat je kwam op deze aardbol, had je deze kennis en je kon makkelijk hoog vibreren. Je maakt je nergens druk om of zorgen om. Zo willen we verder doorgaan. Dat je goede overtuigingen, prachtige overtuigingen hebt. Dat there is no limits wat je allemaal kan zijn. En wat je allemaal kan bereiken. Maar jij moet erin geloven. Kijk, ik geloof al in jou. En ik wens je alle beste. En ik wil dat je gelukkig bent.
En ik weet dat je het kan. Alleen, het mooiste is, jij bent verantwoordelijk voor hoe je voelt en jij bepaalt alleen dat. Dus niet ik of andere mensen. Dus jij bepaalt of je gelukkig zal zijn. That's beautiful stuff. Because jij bent de baas van je eigen leven. Dus wil je dat de overtuigingen voor je werken? Change the story. Begrijp dat dat zijn alleen gedachtes die je bleef maar herhalen, herhalen en herhalen. En opeens begon je erin te geloven. En dat dat veranderbaar is. Je kan het veranderen. Voor sommigen werken niet alleen maar affirmaties. Je moet aan jezelf werken. Je moet gewoon... Tot slot. Neem een schrift. Ik heb het niet in mijn zitten allemaal daar. Weet je hoe krachtig het is om iets op te schrijven? Vooral je doelen of dingen die je wil bereiken. Eenmaal opgeschreven, het is echt bijna 51% al done. Het zal gebeuren, of meer. Ik heb een mooie opdracht voor je. Als je dit kijkt, please comment below of share de video. Sowieso comment. Wat voor overtuigingen heb jij veranderd? Schrijf in je schrift nieuwe overtuigingen. Ook als je kijkt en leest, denk van... nog steeds geloof ik in dit niet. I'm a sexy thing. Nou, dan met mijn 80 kilo moet het nog even... But you are. En je kan worden alles wat jij kan bedenken. Als je mij erin gelooft. Dus overtuigingen. They're alive. Alleen door je geloof. Vertel een ander verhaal. Verandert datgene wat jij denkt van... Ja, dat werkt niet voor mij. Comment below. Ik wil heel graag weten... wat je eigenlijk hebt kunnen veranderen. Dus kracht van schrijven is enorm. Als ik jou was, zou ik een schrift pakken en nieuwe overtuigingen, affirmaties schrijven. En that's the first step. We gaan gewoon verder andere methodes, sowieso filmpjes kijken voor je opnemen. En in ieder geval, you're on a such a good path. Hey. Ik wens jullie een hele mooie dag. Begin het goed met goede overtuigingen. Kijk, het kan maandag zijn. Maar als je een beetje erover bitcht en zegt, ah, KUT maandag weer. Hey, dan heb je KUT dag. Maar als je zegt, hey, vandaag wordt echt een mooie dag, joh. Kijk even wat allemaal gaat gebeuren. Als jij je mindset gaat veranderen. Als jij die switch maakt en eigenlijk focus op het beste. Hey, see you later, alligator.